Pas 60 die jy lei, deur siektes verwond, en jy wil so graag wees vitaal en gezond. Dan voel ek so machteloos vir jou heel te mal. Dan wens ek vir jou graag gezondheid vir al. Dan vou ek my hande en vraag aan die Heer, hoe maak hul gezond en genees hul ook weer. Want ons staan so machteloos en skuld het dan aan, hoe heiland maak siekte ook hier toch ongedaan. Waarom leid die mens dom, hoekom die verdriet? Ons kry nie een antwoord, soos mens ook dit wil sien. Is dit deur die sonde, deur elkeen gedaan? Maar waarom moet jy dan juist dit ondergaan? Dan vou my hande en vraag aan die Heer, hoe maak hul gezond en genees hul ook weer. Want ons staan so machteloos en skou dit dan aan, hoe heiland maak siekte ook hier toch ongedaan. Daar sal altyd vrae weer siekte ontstaan, die nooit antwoord kry nie, sal altyd bestaan. Alleen as die heiland een wonde verrig, dan is daar geneesing en gezondheid in sig. Dan vou ek my hande en vraag aan die Heer, hoe maak hul gezond en genees hul ook weer. Want ons staan so machteloos en schuld het dan aan, hoe heiland maak ziekte ook hier toch ongedaan. Hoe heiland maak siekte ook hier toch ongedaan.